Die zes vrouwen, één man. Dat het echte man is, is daarmee aan dan. Ik wil pak, laat mij een de zeven chakras. Laat ik mijn bewustzijn en mijn gedachten bij jullie chakras brengen. Dat laat ik dan gewoon wel alle chakras pakken, maar allemaal één. Ik had gewoon een man opgeschreven en daarna zes vrouwen. Toch wel aandacht krijgen die ze verdienen, maar niet voor mij. Ik geef iets van spirit, misschien kan je daar wat mee. En daarna had ik verzonnen om dan maar vanaf onder, hè. Dus het is een beetje een plus-plus. Dus onderaan beginnen met de root chakra. De naam van Brabo die stond daar, dus we gaan wel meteen al eruit. Iets met de veiligheid, stabiliteit en de comfort. Ik bedoel in de gedachten, jezelf machteloos voelen. In de illusie dat je niet verder kan. Als je niet gegrond bent, hang je in de illusies. Ja, dan ga je jezelf ook niet veilig voelen, hè, als je omgeving ook niet stabiel van raken. Dan ga je inderdaad ook niet je comfortabel voelen. Al dat verraad om je heen. Hij wil er een paar, prima. Ja, en een nieuw project. Iets winnen, misschien een nieuw huis. Nieuw werk. Hij wil te maken met iemand die snel verliefd is. Misschien romantisch. Maar echt een bubblebox, een roddelaar. En dan de actie. Zijn er toch dingen dat je echt dingen moet gaan de organisatie. Je moet dingen organiseren. Snel handelen. Ben jij diegene die zwanger is? Ja, de volgende. Sacraal chakra. Heb je Joey neergezet. Kan ze werken aan de creativiteit en de emotionele. Intelligentie. Laten we eens even kijken. Oh, wat is dit? Ah, maakt niet uit. Is prima. In de gedachten iets terugwinnen, iets willen herstellen. Over de dingen nadenken, herdenken. Nog een viertje erbij. In de materiewereld, gierigheid, bezitterigheid. Zeventje. Van iets overtuigd zijn. Sterk geloof hebben. Iets willen verdedigen. Maar, en ook een zeventje de gedachten zijn. Liegen, bedriegen, stelen. Onverantwoordelijk gedrag. Met de zes, verder gaan, reizen, een mentale vooruitgang. Als je wat doet aan je creativiteit en je emotionele intelligentie. Ja, mensen moeten zelf weten waar ze heen gaan. Straks wordt gewoon duidelijk in welk team, wat mensen aan het doen waren. Slachtoffers aan het wegwerken. En alles geven aan de copycatten. Dan gaan we naar de solarplexus. Sandra. Kijken of ze de identiteit kan vinden. Iets aan haar ego kan doen. Ja, met die vrouw in de gedachten. Gewoon meedogenloos. Of het nou scherp is, of iemand die denkt dat ze slim is. Toch iets gaan doen aan je inzichten en georganiseerd zijn.
Hoe ga jij geen die tijd vinden? Als je hangt in andere mans energie en dingen aan het stelen bent. Je wil een heel groot ego hebben. Als je hem niet kan gebruiken. Maar immuniteit, ego, solar plexus. Ja, is wel goed zo. Is gewoon een medogeloos iemand. Iemand die denkt dat het slim is. Prima. Waarschijnlijk al half dood, loopt als een zombie rond. Maar daarna komen we bij het hart. Had ik Lin neergezet voor de liefde. Mededogen en dingen accepteren. Want zometeen moeten ze het allemaal alleen doen. De emotie, sterke aantrekkelijkheid. Kan ook maar beter mensen aantrekken. Dat straks alles om je heen vast zit. Alles afgepakt wordt, maar helemaal alleen. Hoe ga je dan bij liefde komen, mededogen en dingen accepteren? Ik bedoel, als je iets wil bereiken, overwinning wil. Te snel verliefd ben, alles maar romantisch in zit. Alleen maar aan het roddelen ook zo'n babbelbox. Creëer geen liefde, creëer alleen maar haat. Mensen die geen medeleven hebben, omdat ze de mededogen niet snappen. En dingen niet willen accepteren. Ook dingen niet willen teruggeven. Ook niet zien wat er echt speelt. Het leven staat natuurlijk zometeen stil als Jannie en Andy vastzitten of dood zijn. Wie zorgt dan voor je kinderen? Dus ja, snap je, is ook wel goed. Mensen, als je niet gaat werken en je liefde mededogen en dingen gaat accepteren, dan zal je hart gewoon bevriezen. Ga je ze worden zoals je moeder? Nou, daar zijn we dan bij de keelchakra. Nou, daar staat Jannie ook. De communicatie. Rondkomen. Geduld hebben en wachten. Nou. De emoties sterk aantrekkelijk naar iets. En denk aan vroeger. Wat is goed, wat is slecht. Oude communicatie verder wil doen, maar zelf al bewezen heb toch? Ik bedoel, rebels vechten voor een reden. Maar, intellect en politiek gerecht. Dus ja. Niet daarvan. Ga lekker. Lekker vasthouden. Drink daarin. Maak je hele familie kapot. Nou, dan komen we bij het derde oog. Dan heb ik Inge. Met voor de bewustzijn en intuïtie. Ze wil dat daar al iets groeit, iets mee gebeurt. Want dat heksengedoe. Waar zit aan Akashic Records? Sinds ik geen Facebook meer heb, is dat gelukkig klaar. Maar, ik weet niet of dat doorgaat. De e-mails, die zijn er natuurlijk genoeg. Allemaal, hè? Snel verliefd, romantisch en de roddelmachine die volop aanstaat. We blijven in die emoties. Moeilijke beslissingen. Emoties loslaten. Liefde loslaten.
Ja, als je gaat. Als je seks gaat hebben met iemand. Die een demon is. Groot vermogen, familie bezit, erfenis en zo. Gierigheid, bezitterigheid. Ja, stik erin toch? Soms is misleid worden goed. Als iemand je mag, dan krijg je de ja's en nee's wanneer je wil. Als iemand je niet mag, dan zie je hoe ze ook kunnen zijn. En ja, hoe iemand ook kan zijn, is ook gewoon hoe iemand ook is. Dus ja, dat is iets wat helemaal niet in mijn leven hoort. Valse mensen die niet weten wat liefde is, wat eerlijkheid is. Om dan bij de kroonchakra te komen en bij Chris. Het weten. Knowing. Ja. Ik geef je alles al. Je kan het al kopen. Het staat gewoon op internet. En al die andere mensen die slapen toch. Maar ja, iemand die, als er iemand die te vertrouwen is. Een harde werken, een stil water. Meteen de emoties. Ook al denk aan vroeger. Het goede of slechte inzien. Oude communicatie verder wil gaan. Voodoo en hoodoo. Ja, dat zijn allemaal toch wel abilities hè, die aan chakra's hangen. Als je het niet kwijt wil, het wil laten groeien. Alles kan afgepakt worden als je het niet eerlijk verdiend hebt. En ze doen net alsof ze door, hoe heet dat? Ja, in ieder geval in de gedachten terugwinnen, herstellen, over de dingen nadenken. Dat als je door een beproeving heen gaat, door een test heen gaat. En je gaat nergens doorheen, want ik ga door die dingen heen. Dus ja, je ben je weten ben je al kwijt. Dus ja, als jullie graag in de dingen blijven hangen. Jullie kunnen groeien in dit alles. Of jullie gaan het allemaal aan mij geven. Dan heb je, ja, bedankt voor het werk.